Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de eerste, de beste vrijdagmiddagborrel. Jawel. Jawel, zuipen! Ja. Van lekker piketanis erbij. Vrijdag 1 november. Ja. Even voor de volledigheid, hè, natuurlijk even erbij. Zitten we weer, Joop? We zijn er, man. Ja. Gezellig, Freekje weer erbij. Ja. Heerlijk. Hey. Volgens mij begon jij de verleden week ook over Marco van Basten. Marco van Basten. Over dat Brobby. Het wordt al een beetje Brobbygate, hè? Brobbygate, ja. Ik vond het wel mooi wat John van het Schip deed. Toch? Ja. Bij Ziggo, ja, Rondo natuurlijk. Misschien even goed om even uit te leggen. Ja. Vorige week inderdaad. Nou, of in ieder geval de afgelopen weken. Marco van Basten is natuurlijk... heeft een mening. Ja. En ook over Brian Brobby. En hij heeft vorige week of twee weken geleden heeft hij gezegd van... Ik heb hem ook aangeboden aan Brian Brobby om mee te praten. Maar dat ging niet. Of, ja, dat wilde Brobby wilde dat niet. Ja. En toen afgelopen maandag bij Rondo... En volgens mij was dat ook uiteindelijk... Omdat John van der Schip is ook een goede vriend van Marco. Ja, ze vonden zijn beste vrienden. En Marco is gisteren 60 jaar geworden. Ja. Zeg goed. Gefeliciteerd, Marco van Basten. Maar John van der Schip was daar dus. En toen kwam het dus ter sprake. Ja. En dat vond ik wel klasse van John van der Schip. Want die ging wel even zeggen, Marco, dit klopt niet helemaal. Zo is het niet helemaal. Het was heel verwarrend. Het was ook verwarrend, want al gaandeweg hij het ging vertellen... Had je steeds meer zoiets, ja, maar waar gaat dit naartoe? Ja. Dit moet toch ergens moet toch weer de bocht worden genomen van uiteindelijk Kijk. Heeft Brobby gezegd, nee, laat maar zitten. Nee, maar dat kwam helemaal niet meer aan, niet meer bij. Uiteindelijk was het ook dat Marco van Basten er ook niet echt heel veel zin in had. Nee. Dat het daarom niet echt ging. Of het moest helemaal weer op zijn voorwaarden gebeuren. Ja. En John van het Schip die wilde gewoon dat Marco gewoon naar Ajax toe kwam. Tuurlijk. En daar met hem aan de slag ging. Ja. Maar dat Marco van Basten dan weer geen zin. Ja, die stuurde dan vijf weken later nog een keer. Ik wil het toch wel, maar onder mijn voorwaarden. Ja. Met mijn thuis in de kelder. Ja. Ja. Dan had niemand erbij. Ja. Maar dat over die kelder trouwens. Op dat moment zag je dus... Dat Marco van Basten dus lulde. Want toen begon het over die kelder. Ja. En daar pakte hij, zeg maar, meteen ging hij hard om lachen. Ja. Om zeg maar even af te leiden van waar het nou daadwerkelijk over ging. Want Van Basten lulde gewoon. Ja. Toch, Freek? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Marco van Basten het ook niet meer helemaal herinnert. Want ik denk dat dat ook wel een beetje... Anders herinnert het zo'n half. Klopt, anders had hij dat niet een week eerder zo overtuigend gezegd. Ik denk dat hij... Toen hij dat hoorde van het Schip, dacht ik van... Oh ja, zo is het inderdaad. Ja. Shit. Want wat mij eigenlijk vooral opviel... is dat het allemaal zo onprofessioneel gaat. Ja. Want het gaat gewoon allemaal via appjes tussen twee vrienden. Ja. Van, joh, hey, zou jij misschien een keer met Brobby wat willen doen? Ja. Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet echt heel veel zin in nu. Want ook gewoon liggend op de bank appen. Maar ook een zo detail. Gaat dat, ook een detail. Ja, maar wordt er gereageerd? Ja, wel niet meer gereageerd. Ja. Hoor je dat? Nee, maar wat je zegt... Ja, maar dat viel mij op. Je belt toch even? Ja. Of normaal denk je van, hey, wij willen eigenlijk dat Brobby met Marco van Basten gaat werken. Hij is mijn beste vriend. Zou ik even... Ja. Even bellen. Als trainer van Ajax nu. Ja. Weet je, dat het een beetje professioneel gaat. Maar het is ook handje klap en app-punt en een beetje half allemaal. En de media, die hebben het daar weken over. Nee, maar het gebeurt allemaal. En dat vind ik altijd zo opvallend in de. Bijna overal, maar in de voetballerij, omdat we het over hebben. Het is allemaal onprofessioneel. Het gaat niet. Maar het is de amateurindustrie van Nederland. Ja. Heeft Van Basten Brobby beschadigd? Nee. Of niet beschadigd, maar hij had natuurlijk continu kritiek op hem. Maar dan blijkt het niet zo. Hij heeft wel een bepaald beeld toch een beetje van hem neergezet. Jawel, maar ik vind Van Basten wel onafhankelijk in zijn mening. En dat is waar. Ik denk niet dat hij daarom... Hij is gewoon echt... Hij is, als spits kijkt hij naar Brobby. Ja. En heeft hij daar aanmerkingen op. Ja. En dat mag. Dat mag. En hij doet dat wel, vind ik, vaak geestelijk onafhankelijk zeggen. Mm-hmm. Dat zegt hij niet omdat van... Oh, ik heb vorige week of vorig jaar niet met hem om de tafel kunnen zitten. Daar geloof ik niet zo in. Nee, daar is hij te onafhankelijk voor. Alleen het is ook soms heel... Brobby geschaad. Brobby heeft nog niet gescoord dit jaar. Daar mag je wel wat van vinden, toch? Als je aan zo'n tafeltje zit. Je kan er moeilijk wat anders over ik zeggen. Ik moet er wel bij zeggen. Kijk, ik hou nog steeds van Basten. Want ik vind hem nog steeds onafvolgbaar. Maar hij zei bijvoorbeeld dan ook even tussen neus en lippen door. Cristiano Ronaldo is niet zo'n goede speler. Maar die scoort gewoon veel. Ja, ja, maar als je... Ja. Ja. Maar zo kijkt hij dus. Als je zelf zo goed bent geweest, kijk je anders. Oké, maar als je dat nou over... Maar, nou ja, goed. Naar mij lijkt Ronaldo niet echt degene om dat over te zeggen per se. Maar goed. Marco. Ik loop altijd al te genieten van Marco van Basten. Tuurlijk. Het is nu toch een beetje soorten met van... Ik zeg altijd, Jan Boskamp is onze voetbaloom. Ja. En Marco van Basten is een beetje onze oude Indische oom of zo. Ja. Met zo'n brilletje af en toe van neusie.
denk je, dat kent toch niet? En dan zit die Ruud Gullit, daar geniet ik ook van. Ja. Lekker lachen te dagen altijd zo. Ruud vindt alles mooi, maar ik moet ook lachen. Ruud die doet ook tegenwoordig overal reclame voor maken. Hè? Zie ik weer op tv. Sketchers. Oh, ik ben die lekkere schoenen, die draagt die oude ook van me. Dat is echt een heerlijke schoen voor oude mannen. Gaat het duimpje lukt in. Gaat het duimpje lukt. Maar lopen die oudjes heerlijk. Maar ook van die vitamine, toch? Van die had hij weer voor... Vitakruid. Oh ja, zat hij ook alweer... Ja. En Feyenoord en Heineken doet hij ook mee in de reclame. Okay. Ja, heerlijk, helder, hand in hand. Dat is het. Zie hem samen met Mario Been lekker staan. Tot zover Van Basten en Gullit. Ja. Onze grote vriend Nicky van der Gijp. Nicky van der Gijp heeft zijn debuut gemaakt. Ja. In de podcast van zijn vader. De Gijp Kieft van Egmond Jansen podcast. Mm-hmm. Nicky stuurde dat door gisteren. Van joh, Joop, ik heb erin gezeten. Ja. Volgens mij was hij een beetje zenuwachtig erover. Oh, ja? Hoe die het deed daarin. Dus ik zeg, joh, Nick, ik ga het even kritisch beluisteren. Ja. Ik heb ook gezegd, ik ga je fileren in de Vrijmibo. Ja. Ik moet zeggen, lekkere toevoeging. Ja, zeker. Ja. Cijfertje. 7,5. Oh. Dat is ruimte voor verbetering. Oh, maar 7,5, dan zouden wij drie het op het middelbare school doen. Dat is 7,5. Gewoon top. Want hij hield zich wel een beetje op de vlakte natuurlijk. Maar wel een lekkere toevoeging. En wat hij dus wel brengt daar zo. Is een beetje parate hedendaagse voetbalkennis. Ja, heel goed. Want dat hebben die gasten natuurlijk niet meer. Nee. Maar dat heeft hij wel. Hij kon inderdaad af en toe zeggen, nee hoor, die komt daar en daar vandaan. Of nee hoor, die daar en daar loopt een beetje toe te voegen. Dus dat ga ik even luisteren. Is van deze week? Ja, deze week. Nee, ik vind Nicky echt top gedaan. Leuke podcast. Geluid was kut. Jij vond geluid kut, hè? Ik vond het geluid verschrikkelijk. Ja. Het lijkt net of er één iemand, Wim Kieft, die heeft één microfoon. Die haalt af en toe zijn neus op. Dat is niet te geloven. Zo hard, gewoon in de microfoon. Die heeft geen neusbotje meer. En daar zitten René en Nicky en die... Gal me een beetje door de... Het is niet top. Okay. Dus dat moet Hugo beter doen. Doet Hugo dat? Ja, Hugo doet het geluid. Een Hugo. Oh, een Hugo. Dat zeggen ze altijd. Hugo doet het geluid. Ja. Maar ik vond het wel mooi. Hij moet daar lekker vaker gaan zitten. Maar dat was ook wel mooi. Want dat werd verteld in die podcast. Had René van der Gijp. Die had gewoon gezegd tegen die gasten. Ja, er moet een microfoon bij. Want Nicky komt. De Nicky komt mee. Klaar. Ja, mooi. Hoppakee. Ja. Nee, maar dat was leuk, man. Dus Nicky vanaf hier compliment. Maar Nicky loopt ook een beetje af en toe rond in de voetballerij. Dus dan kan hij ook even toe wat zeggen over John de Wolf. Hij heeft natuurlijk ook genoeg van die dingetjes meegemaakt. Tuurlijk. Leuk man. Hij heeft ook veel piratenkennis. Zeker. Leuk gozer. Ja. Zeker. Hey, dan een terugkerend fenomeen. Nou ja, onze Vrijmibo is een beetje omheen gebouwd. We gaan eigenlijk los, man. De Hollandse knallers. We zijn over de 1500 abonnees heen, toch, Martje? Zeker. Dus jongens, bedankt allemaal. Hey, ik ben daar echt druk mee bezig. Ik krijg echt iedere dag van mensen krijg ik nummers binnen en ik neem het allemaal mee. Maar we kunnen dus niet in één keer alles erin doen. Want we hebben wat weken te vullen natuurlijk. Freek, zo werkt dat. Maar ik heb even gekeken naar 750 jaar Amsterdam. Zondagavond was die viering. Yeah. Dat was op tv. Dus ik ging even lekker liggen op het bankje. Ik had wel zin in even wat gezelligs. Als Hagenees zei, gezellig. Johnny Jordaan, Tante Leen. Al die nummers die komen voorbij, weet je. En? Nee, koude kermis. Ja. Koude kermis. Het begon goed. Renéetje Vroger. Onze vriend Donny kwam even lekker. En we gingen op vakantie van het geld van oom Jan. Helemaal top. Maar daarna was het alleen maar Amsterdam in de VOC-tijd aan de slavernij. Het was geen feestje meer. Nee? Ja, misschien wel. Mensen mogen natuurlijk statements maken. Zeker. Sowieso. Maar ik zat een beetje thuis op de bank. Ja, ik wilde gewoon Johnny Jordaan horen. Piketanissie gaat er altijd in. Een piketanissie maak je blij van zin. En vooral deze zin. Ik heb geen zin in zo'n Franse menno. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. Ja. Ik vind vooral deze zin altijd goed. Weet je, ik ben de zin kwijt. Ja, maar dat maakt niet uit. Oh, maar welke zin? Ja, kan hem getweet. Dan ga ik hem even opzoeken. Ja. Mag ik hem even opzoeken. Zoek hem even op. Maar dit nummer, Johnny Jordaan, een piketanissie. Ja. Want ook hier in Den Haag, maakt niet uit waar je bent. Als deze opgaat in de kroeg, gaat iedereen los. Zeker. Deze hoort gewoon in onze voetbalcultuur kanon. Juist. Johnny Jordaan, een piketanissie. Waar ik ook thuis op dat bankje aan zat te denken. Ja. Dus ik zat gelijk aan onze lijst te denken. Ja. Wie ze altijd hadden moeten uitnodigen. Dario. Ken je die nog? Dario van De Clown. Ja. Hij was maar een clown. Ja. In het witte. Maar dat is niet Dario, toch? Dat is Ben Kramer. En nu komt hij. Dario is dus de grondlegger eigenlijk van de hedendaagse skihut. Dat meen je? Echt waar. En die heeft toen dat nummer gecoverd van Hij was maar een clown. Mm-hmm. Maar die moet ook in deze lijst. Okay. Dario de Clown.
komt er ook in deze week. Oh, okay. Heerlijk nummer. Die hebt er dus een beetje een ski-hut nummer voor. Oh ja, dat gaat in één keer bam bam bam. Dat is eigenlijk de allereerste ski-hut nummer ooit. Ja. En daarna heeft dat de vlucht genomen. Oké. Sorry, de zin was trouwens. Ja. Het liefste word ik teut. Ja. Van zo'n Nederlandse neut. De piketanesie gaat er dan. Die komt er zeker weten. Ja, hè. Frik, heb jij nog een nummer voor de Hollandse knallerslijst? Oeh, nou, volgens mij is dat wel aardig veel, toch? Of niet? Ja, maar, het Amerika-nummer staat er ook in, toch? Later zonder jaar. Ja, natuurlijk. Hoeveel nummers heb je nu al? Ja, heel veel, man. Maar Ferry heb ook een nummertje toegevoegd. Ja, Nelis Leeman. Met wie denk jij wel niet wie ik ben? Ja. Dat is een topper. Die moest er sowieso al in. Dat is echt ook voetbalcultuur. Ja. Want dit is eigenlijk begonnen. Eigenlijk is voetbal gewoon eigenlijk ook een beetje de nummers die je ook na afloop in de kleedkamer van je amateur kan aanzetten. Of in de voetbalkantine. Want dit is onze Nederlandse voetbalmuziekcultuur. Ja. Want het begon eigenlijk met Oasis. Weet je, die gaan natuurlijk weer optreden. Dat is natuurlijk heel hartstikke gaaf natuurlijk. Ja. Maar dat wordt dan vaak gezien als ook al voetbalcultuurmuziek. Ja. En er wordt dan vaak een beetje schamper over onze eigen muziek gedaan. Nee, dit is onze voetbalcultuurmuziek. Precies. Dus dat zetten wij hier in het zonnetje. Heel goed. Check de en dat moet VI ook eigenlijk doen. Ja. Gaan we omarmen. Ja, nee, dan is het goed. Helikopterviewtje omarmen. Ja. Check de link in de beschrijving voor de lijst en abonneer. Neem jezelf erop. Een piketanesie gaat er altijd in. Misschien is het nog wel eventjes goed om te vermelden dat ook deze Vrij Mibo weer mede mogelijk wordt gemaakt door onze vrienden van Here We Go. De Proforto Boys, making all the noise. De Proforto Boys. Ja, deze gast heeft niet uit je hoofd. Wat is Proforto eigenlijk? Nou, wat leuk dat jij dat vraagt. Dat is natuurlijk werkkleding voor helden. En het grootste assortiment van Europa. Hè. Denk aan Emma, denk aan Friestad, denk aan Carhartt, denk aan New Balance, werkschoenen. Ze hebben het allemaal. Borduren van bedrijfskleding. Top. Beplakken, of hoe zeg je dat? Geen enkel probleem. En ik denk dat jij er fan van bent. Ja, ik heb het pas gehoord. Snelle. Ja, die levering, die is zo snel. Vandaag besteld? Maar morgen in huis. Ja. Ja, dat is wat je wil. Dat is wat je wil. En als je thuis bent, bij de buren. Zo is het. Zo zijn ze. Niet moeilijk als je moet ophalen bij een postkantoortje. Nee, gewoon, geen bam. Enkel probleem. Volgende dag heb je thuis. Maar hebben wij misschien een kortingscode? Ook leuk dat je dat vraagt. Want ga jij nou wat bestellen bij Proforto? Gebruik dan de code BESTE15 voor 15% korting vanaf €150. De Proforto Boys. Making all the noise. De Proforto Boys. Jawel. Hij blijft zo hangen, dit nummer. Lekker, hè? Goed, hè? Lekker, hè? Hey, en dan zijn we aangekomen bij het leukste onderdeel van de vrijdagshow. De Teddy van Ferry. Ja. Zonder Ferry. En zonder Mark. De Teddy van Ferry. Maar met Lars. Met Lars. De Teddy van Lars. En Lars, je weet het, hè? Degene die de telefoon heeft, is de gespreksleider. Ja. Oei. Dat zeg ik altijd. Oei. Degene met de telefoon moet het lijken. Maar je mag wel lekker toevoegen. Ik ga beginnen met bellen. Mart, is hier diegene er klaar voor? Want we gaan bellen met... Oké, uitroepteken. Sjoerd. Sjoerd. Jawel. Sjoerdje. Zie ik nou al live in de uitzending? Ja, dat zie ik wel. Ja, fantastisch. Bij mijn favoriete podcast, hè? Ja. Dat is goed om te horen. Dat is goed. Zit je in de auto? Ja, ik ben er bijna. Ik stop zo. Dan ben ik helemaal goed toegestaan. Maar ik heb nu wel een beetje het gevoel, ken je dat bij de Rolling Stones of bij Pearl Jam of zo, dat er dan een fan uit het publiek mag meespelen bij Ja. Dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Ja. Kijk. Mooi. Nou, dat is wel heel mooi, want we zitten hier ook met Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International. Die zijn eigenlijk precies hetzelfde. Kippenvel. Ja, het kippenvel hier. Daar heb ik het met Sjoerd ook vaak over, hoor. Dat dit absoluut het hoogtepunt is van alles wat we doen. Jongensdroom. Jongensdroom. Kippenvel. Maar Sjoerd, waar ga je naartoe? Gewoon even om het gesprek even te openen. Ja. Ik ben de gespreksleider vandaag. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik ga net als iedere man van boven de 40 ga ik padellen. Nee joh! Nee toch? Ja. Wat erg! Ik ben er wel eerlijk over. Okay. Hey, maar ik wil er wel eerlijk over zijn. Dat vind ik wel mooi. Maar wat is nou, weet je, al die voetballers padellen ook. Ja. Dus weet je, wat is er zo mooi aan dat padel? Ja, het is eigenlijk gewoon een makkelijk spel. Je kunt het gelijk.
Ja. Okay. Dat is de grap. Je kunt het, ook al begin je nu, en heb je nog nooit gespeeld, je kunt het eigenlijk vrij snel. En het is een soort, het is eigenlijk net zo makkelijk technisch als beachball, weet je wel, op het strand. Ja. En uiteraard kun je steeds hoger niveau gaan spelen, maar je kunt gelijk meedoen. Okay. Ook Jopie Buit kan morgen mee zijn. Ja, ja, ik kan morgen zo padellen. Nee, echt. Ben je ook een padellen? Ik heb de laatste weken steeds zondagochtend, ja, dat schrik niet, tussen 8:30 en 9:30 zijn we met 8 gasten op 2 baantjes zijn we volle bak aan het padellen. Ja? Maar precies om wat Sjoerd zegt, ja? We hebben ook met je voetbalteam kun je gerust met 20 gasten gaan padellen. De gasten die nog nooit getennist hebben, wat dan ook, kunnen wel padellen. Lekker padellen. Maar die kun je op een tennisbaan niet loslaten, want dat kunnen ze met padellen heel laag instappen. Ik heb wel het gevoel dat padel een beetje het nieuwe golven is. Vroeger gingen al die voetballers golven en het is nu padel. Robin van Persie is heel goed, hè? Hoorde ik. Ja, en Van der Vaart ook. Ja. Van der Vaart ook. En Kees Kwakman en zo, die spelen het ook allemaal. Met, dus, met de boertjes. Ja, samen, zie ik heel vaak voorbij komen. Maar dat doen ze wel allemaal met een beetje chique evenementen, hè? Ja. Gaan we jou daar ook daar zien, Sjoerd? Nee man, dat durf ik helemaal niet, man. ik speel in een anonieme sporthal en dat wil ik graag zo houden. Geen mobiele telefoons. Beter. Hey Sjoerd, jij bent dit weekend ook weer in Engeland geweest, hè, volgens mij. Ja, dat klopt, ja. Bij welke wedstrijd? Ik was bij Brentford, een club waar ik een paar keer per jaar naartoe ga. Ja. Die speelt tegen Ipswich. En zondag ben ik bij de laatste wedstrijd, maar dat was niet helemaal toeval, ook wel een beetje. Bij die laatste wedstrijd van Ten Hag geweest tegen West Ham. Kijk. Oh. Mooi. Hey, wat vind jij terecht ontslag? Ja, god, het was onvermijdelijk, denk ik. Het heeft nog best wel lang geduurd. Hè. Hij heeft veel tijd en vertrouwen en geld gekregen. Dus je kunt niet zeggen dat ze hem de kans niet hebben gegeven. Ja. Het was alleen wel een hele, hele complexe, ingewikkelde klus. En ja, hij is eigenlijk precies op dezelfde manier gesneuveld als Van Gaal en Mourinho en Ranjik en Solskjaer en zo. Hè. Het is bijna een repeterend verhaal dat iedere trainer mislukt daar. Mm-hmm. En hij ook helaas. Ja. Oké, okay, please. Ik vond het wel bijzonder dat hij deze week is ontslagen, want ze speelden een hele goede wedstrijd eigenlijk. Ja, dat vond ik ook wel een beetje. Want meestal wachten ze ook tot de interlandperiode met ontslaan van trainers. Ja. Dat had ik nu ook een beetje gedacht. Bovendien, het was heel raar. Ik ben best wel veel bij Ten Hag geweest de laatste jaren. En er was eigenlijk altijd ging het over zijn baan. Hè, van, heb je er wel vertrouwen in dat je je baan houdt? En dat soort vragen kreeg hij de hele tijd. En nu helemaal niet. Dus er werd helemaal eigenlijk geen enkele vraag over gesteld. Omdat iedereen, die Engelsen blijkbaar ook, toch wel hadden gezien dat De Ligt natuurlijk dat heel dubieus was met die penalty. En dat ze inderdaad best wel aardig speelden. Dus het was geen verrassing dat hij ontslagen werd. Maar het specifieke moment had ik niet meteen voorzien, eerlijk gezegd. Hey, en we hebben het ook een beetje over groundhopping gehad ook in onze woensdagshow. Jij gaat heel vaak naar Brentford toe. Hè? Weet je wat maakt die club zo speciaal? En waarom moeten mensen erheen? Ja, ik ben ooit. Ik heb een tijdje in Londen gewoond en toen woon ik daar vlakbij. En toen speelde ik in een supporterselftal van Brentford. De jongens waren allemaal supporters van die club. En toen ging ik met die jongens mee naar dat stadion. Dat was toen nog Griffin Park. Was een heel oud, gaar Engels stadionnetje. Echt super klassiek en romantisch. Dus ik was daar meteen helemaal weg van. Toen speelden ze in de derde divisie. Stonden ze ergens stijf onderaan. En ik ben eigenlijk gewoon steeds, omdat die jongens daar ook altijd zijn, ben ik gewoon altijd blijven gaan. En uiteindelijk, in tegenstelling tot NAC, heel lang, ging het bij NAC altijd in een soort neerwaartse spiraal. En Brentford ging juist allemaal beter. Ja. Die werden ieder jaar beter. En die promoveerden uiteindelijk nu natuurlijk naar die Premier League. En dat is nog steeds super grappig, dat het eigenlijk een soort kleine familieclub is die per ongeluk in de Premier League is gerold. En inmiddels hebben ze natuurlijk een nieuw stadion, maar dat is echt, dat is nieuw, dat is modern natuurlijk. Hè. Dat heeft niet meer die oude pisbakken en die oude lichtmasten en zo. Maar dat is qua ligging, qua pubs eromheen, het ligt vlakbij de rivier, voor de wedstrijden, na de wedstrijden, die entourage daaromheen. Is echt briljant. Dat kan ik echt iedereen aanbevelen. Want top. Je hebt echt wel 12 pubs waar je eigenlijk naartoe wil voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Die zijn no zo more! Ik weet het genoeg. Hij is al onderweg, Sjoerd. Joop is al weg. heel goed. Nee, maar dat is echt heel tof. Dus ook in het nieuwe stadion is het eigenlijk nog steeds hartstikke leuk om naartoe te gaan. Mooi. Hey Sjoerd, ga jij nog naar Oasis toe de komende jaar? Ja. Ja. Ja, jij ook? Nee,
Nee, ik ga er niet heen. Ik probeer juist een beetje de Nederlandse voetbalmuziek een beetje op de kaart te zetten. Terecht. Heb jij misschien een nummertje voor mijn Hollandse knallerslijst? Dat jij denkt, hey, die moet er echt in. Ja, er zijn natuurlijk veel. Maar ik neem aan dat zeg maar niets meer heb je al, denk ik. Ja, die staat erin. Nou, dat vind ik eigenlijk de ultieme. Omdat die kun je op ieder moment in iedere kleedkamer en in iedere kantine opzetten. Dat maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Klopt. Johnny de Bever, heb je die al? Ja, natuurlijk. Ja, maar zeg maar niets meer, die is dan van jou, Sjoerd. Ja, dat is wel echt mijn favoriet. Alle ja, tijden. Top. Nee, mooi. Hey. En vrijdagavond ga je dan weer liggen voor het schakelkanaaltje? Altijd. Ja. Weet je, dat is heel stom om te zeggen. We zitten in een eerste divisieshow natuurlijk. Ja. Maar het gaat met NAC hartstikke goed natuurlijk nu. En het is één groot feest om naar die wedstrijd te gaan. En we staan op bij 7 in de Eredivisie. Maar ik mis die vrijdagavond echt serieus, hè. Die waren zo ideaal. Ja, heerlijk, ja. Zowel om naar het stadion te gaan als bij uitwedstrijden om lekker op de bank te liggen. Dat is echt het nadeel bij het voordeel, dat die vrijdag opeens weg is. Hey, maar wat, als NAC niet meer... Heb jij nu een andere dan een club die je met speciale interesse volgt? Of is het alleen NAC? Of heb je nog andere... Dat je zegt, godverdomme, dat Helmond Sport wordt ik een partij blij van. Opgewonden van. Ja, maar opgewonden zeggen, wil ik zeggen, ja. Ja, Lars, ik heb een fetish voor Helmond Sport. Wist je dat? Ja. Nee. Ik volg het eigenlijk allemaal wel, omdat het... Ik zit er gewoon met vermaak naar te kijken. Het is mooi dat Den Bosch dan opeens omhoog valt. Ja. Ik vind het altijd leuk als het met de Graafschap goed gaat. Niet omdat Freek dat heel goed zoiets. Dat is gewoon een mooie club. Ja. En inderdaad ook wel dat zo'n rare club als Helmond Sport dan opeens totaal uit het niets boven komt drijven. Ja, het is gewoon dat schakelkanaal. Jullie bezingen het iedere week natuurlijk. En Hans Kraaij heeft het ook al 100.000 keer gezegd. Maar het is gewoon een geweldig programma. Ja. Er is eigenlijk niks. Er is geen voetbalprogramma beter. Ik snap ook niet dat... eigenlijk zou ik dat op als ik ESPN was, zou ik dat op Eredivisieavonden dat het enigszins kan. Ook al is het met 4 wedstrijden tegelijk, zou ik dat ook altijd doen. Helemaal doen. Helemaal eens. Ja, helemaal eens. Ik weet ook niet of dat nog met die... Ja, trouwens, we zitten nu op de vrijdag. Of met de bekerpotjes de afgelopen dagen. Dat weet ik ook niet helemaal. Zou het ook voor lenen. Dat kun je niet maximaal doen. Dat is zoveel leuker. Ja, vind ik ook. Dan heb je continue hoogtepunten achter elkaar. Want als je 90 minuten Oost-Telstar... Dan is lastig. Ja. Maar ja, die kansen en de gekke dingetjes in die wedstrijden, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Dat is geweldig toch? En wat ik vind, ze hebben ook echt de juiste toon te pakken. Weet je? Het is luchtig, het is vrolijk. En dat past heel erg bij de keukenkampioen-divisie natuurlijk. Dat is heerlijk, man. Die pitch invasion met Den Bosch 2 weken. Ja, heerlijk. Ja. Fantastisch. Ja. Dan zit je te gillen voor de tv. Gewoon, wat doe dat nou niet, doe dat nou niet. Ja, het is echt fantastisch. Met die bal door wat bij Helmond Sport. Ja. Daar zit ik echt te genieten, ja. Mooi man. Smullen weer. Ja. Moeten we ook nog een beetje voetbal inhoudelijk gaan? Of hebben we zoiets van, gaan we gewoon niet doen? Nee, maar hoe is het met Ferry eigenlijk? Ja, die zitten er gewoon. En daar heb je dus heel erg veel last van. Dus, en dan volgens mij wordt hij over een week of twee, drie, vier weken, wordt hij geopereerd. Dus, kunnen we jou ook een keer opschrijven om even als vervanger van Ferry langs te komen? Nou, wij lijken wel een beetje op elkaar, toch? Dus dan kan ik wel invallen. Brilletje op elkaar. Twee bromberen. Ja, precies. Nou ja, mocht je een van de aankomende dinsdagavonden een keer kunnen... Ja. Want ja, Joop, ik moet het toch even vragen. Padellen, voetbalcultuur de nee? Ja, dat vind ik dus wel. Ja, maar ze doen het allemaal, die gasten. Ja, je kan daar gewoon niet meer omheen. Dus wie ben ik om dat dan geen voetbalcultuur te noemen? Okay. En ik vind Oasis ook wel voetbalcultuur, hè? Ja. Ik ben helemaal geen hater. Een van mijn beste vrienden die gaat ook heen naar Manchester. Zo loop ik af en toe op Twitter, loop ik lekker te gallen. Maar vrienden van mij die gaan gewoon. Maar ik vind het geen Nederlandse voetbalcultuur. Nee. Het is Engelse voetbalcultuur. Mm-hmm. En wij vieren hier in deze podcast de Nederlandse voetbalcultuur. Juist. Holland! Oh, hey, maar Sjoerd, mocht je een van de komende dinsdagen een keer denken Je hoort het, Sjoerd, de verbinding is heel slecht. Hij wil nu even gewoon zwart of wit hebben hier gewoon. Hoor. Hij wordt heel creatief. We kunnen afspreken gewoon.
Ik kan nu niet meer terug natuurlijk. Nee, nee, daarom. Sjoerd, gewoon ja zeggen, dan meld je gewoon ziek af, man. Ja, joh. Ja, precies. Laat Mark maar een appje sturen. Maar ik ben wel benieuwd geworden naar dat legendarische tuinhuis. Ja, dat moet je. Sjoerd, ik kan het je absoluut aanhouden, hoor. Ik blijf ook overnachten, dat weet ze nog niet. Het is echt, het is geniet hier in het tuinhuisje, ja. Ja. Hoe is het trouwens mogelijk dat, en dat is niet om te slijmen en ook niks te nadenken van al die andere jongens die daar zitten, maar Freek, hoe is het mogelijk dat Jopie Buit nog nooit is genomineerd voor mediatalent van het jaar? Nee, maar het is ongelooflijk, Sjoerd. Het is echt, ik verbaas me gewoon. Ja. Ja. En ik durf wel te zeggen, volgens mij, jij hebt hem uiteindelijk denk ik ook wel een beetje ontdekt, Sjoerd, toch? Toen je bij Quick Boys... Klopt. De trainingen van Oranje zag. Ja. Toen zat ik weet dat ik, daar was ik dan toen die tijd ook nog wel eens bij. En dan zag ik aan Sjoerd, ik zei, Sjoerd, waar zit je nou naar te kijken? En toen zei Sjoerd dan van, nou, daar loopt volgens mij wel een talentje rond. Loopt hij, hoor. En dan zat, toen was je wel zenuwachtig een beetje zo. Dat klopt, dat klopt. Maar toen had Sjoerd het al wel gezien, denk ik. Ja, maar toen maakte ik ook een beetje voor TV West, maakte ik toen ook Oranje items. Ja, maar dat was luchtig. Dit is misschien heel veel zeggend over mijn mediacarrière. Ja. Ik ging toen ook naar Noordwijk toe en toen kwamen die spelers daar nog aan, toch? Oh ja, dus ja. Dat ging ook item van maken. Hele leuke interviews met Memphis Depay, Robin van Persie, Promes nog in die tijd nog even naar Schreeuwen. Was heel leuk item. Maar dat was dus ook precies, toen dachten we echt van, hey, we hebben goud in handen. Mm-hmm. Dat was ook precies de allerlaatste keer dat ze daar aankwamen. Ja. Toen gingen ze naar Zeist. Ja. Jij hebt het gewoon helemaal verpest. Voor de hele journalistiek. Voor de hele media. Dus dat was leuk. Het was een leuk hoogtepuntje. Klaar. Ja. Nee, maar ik durf ook te zeggen dat het ligt niet aan Sjoerd en aan mij. Want jullie hebben al heel groot in het AD gestaan. Jullie hebben heel groot in de Voetbal International gestaan. Dank jullie wel, heren. Ja, we doen alles wat we kunnen. We zijn op een bier en ballen geweest. Bier en ballen, nou, maar ja. dat was wel topoptreden, toch, Sjoerd? Ja, man, was goed, man. Toen gingen we ons lied zingen. Dus we komen zo het podium op. Hey, vol, echt een hele volle kroeg. Ja, stampvol. Stampvol. Dus Ferry zegt, ja, hoeveel mensen kennen ons? 400. En toen zag ik Lars nog steeds kleiner worden. Ja, maar Danny. Bad, hè? Wat zeg je? Was toch een warm bad. Ja, warm was het zeker. Ja. En ik heb ook genoten van Danny Blind, die wel mee ging horsen met ons liedje. Ja, dat was goed. Ja, dat was goed. Dat was leuk. Ja, Danny Blind, ja. Ja, mooi. Ja. Hey, Sjoerd, nou, dankjewel dat we je even mochten bellen. Ja, ik zou wel even willen zeggen, ik zie dit altijd bij Neil Petersen. Je moet wel eventjes zometeen een selfie op je story zetten dat je hebt gepadeld. Oh ja. Maar Neil die doet 300.000 selfies op een dag. Maar ga je wel met een beetje bekende mensen, want dat doet Neil ook altijd. Nee, totaal onbekend. Selfies doe ik niet aan. Ik ga nog liever dood, jongens. Ja, succes! Sjoerd, bedankt dat we je mochten bellen. En volgende week dinsdag 7 uur. Tot dan! Oké, Padel is goed, joh. Sjoerd is echt een mooie fan. Wat wel bij Padel, wat ik wel even wilde toevoegen aan, waarom het denk ik wel een goed linkje met de voetbalcultuur heeft. Ja. Je ziet heel veel voetbalshirtjes. Ja, dus op die zondagochtend dan op een gegeven moment om 9 uur, we hebben in om 8 uur. En dan, maar om 9 uur gaat het zo echt gewoon echt 10 banen vol bezet. En durf ik wel te zeggen dat je echt wel op elk veldje zie je wel, in Leiden zie je dan de Feyenoord shirtjes, de ADO shirtjes en de Ajax shirtjes, allemaal door elkaar heen. Dus er zijn wel veel voetballers. Ja, het is echt niet normaal. Ik word ook wel best wel vaak gevraagd, deze neefje van mij, Lebota padellen. Ja. Als ik op Instagram, je ziet iedereen padellen. Ja. En inderdaad, het is wel een sport, je moet het wel laten zien. Ja. Dat heb ik dan ook zo gevoeld. Nee. Als ik Neil Petersen niet zie dat hij met Laura Peters, Dijken maar is, dan geloof ik niet dat hij is geweest, hoor. Nieuw die we alles laten zien. Ja, dat klopt. Behalve als we met LSV een keer winnen, dan laat hij niks zien. Nee. Speel je nog steeds met... Jij bent toch trainer-coach van LSV? Ja, maar Nieuw die is er bijna nooit. Nee. Nee, die zit, herkenbaar. Want die zit dan weer ergens in Abu Dhabi en een andere vechtsport te presenteren. Dus ja, nee, die... Nieuw heeft dit seizoen toevallig... We hadden natuurlijk inhaal vrij weekend. Mm-hmm. En dit is bij ons allemaal gewoon relaxed. Maar ik hou wel, dat vind ik wel leuk altijd. Het is een soort tik dat ik wel op een computertje bijhoud
Wie er op de training is verschenen. Gewoon een lijstje. De wedstrijden. Dus de caps voor LSV. En dat is eigenlijk de enige echt serieuze wat ik dan doe. De rest laat ik allemaal los. Maar dus dat stuur ik dan even door naar iedereen in een overzichtje. Van kijk maar waar je zelf te veel of te weinig op de komende dagen. En bij Nieuw stond echt onderaan met 0 trainingen dit seizoen. En 1 wedstrijd dit seizoen. Schandalig. Oh. Nou, dat is na een maand of 3. Dat is niet best. Maar speelt Kees Kwakman ook bij jullie? Nee, Kees speelde afgelopen seizoen bij ons. Is dat echt zo geweest? Want ik dacht dat het voor een rol was. Nee, Kees heeft een paar keer maar meegedaan. Want Kees had en veel last van zijn kuit. En die zat met ESPN. Dus die heeft een paar keer maar meegedaan. Maar we hebben wel sinds dit jaar eigenlijk iemand die er echt altijd is. Topgozer. Nou? Topvoetballer. Ik ga nu richting de spelerspas. Morgen Sef uit, hier om de hoek. Sef, ja? luister dan. Sef, LSW 70, 3:30, zijn er een paar kaarten beschikbaar. De spits die heeft bij ADO gespeeld. Die heeft bij AZ gespeeld, die heeft bij NEC gespeeld, die heeft bij Roda gespeeld. ADO? Die heeft bij... bij NAC gespeeld, heeft bij Willem II gespeeld. Eens eventjes zeg. Zo. Ik dacht even Ali Alkatabi. Erik Valkenburg. Erik Valkenburg. Die staat dit jaar bij ons. En het is echt een gouden gozer. Ja. Echt topgozer, maar ook nog steeds zo'n waanzinnig goede voetballer. Ja. En welke studie doet hij? Ja, jullie zijn toch een student. Tweede tot en met 10e allemaal studenten. En de eerste paar studenten. En oud studenten. Maar wel met Erik kun je aankomen. Ja. Okay. Mag ik nog even één ding even aanhalen in het gesprek? Dat ik zei dat Manchester zo goed speelde eigenlijk. Ja. Weet je van wie ik dat heb? Ja, Nicky van der Gijp. Nicky wil ik erin. Ik kiefst. Grijp van Efton Podcast. Die zei die dan. En ik wilde eigenlijk. Dus je leert ook je leert van hem. En ik wilde nog wel even vragen over Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt is toch wel een trainerscarrière killer. Ja, dat hoorde de rode kaart tegen Tsjechië. Ik hoorde 4. Ik hoorde 4. Waar hoorde ik dat gisteren? Frank de Boer als bondscoach. Ja. Blind. Blind? Waarom? Ja, bij Bulgarije uit. Oh ja, bij Bulgarije. Sofia, was ik bij. Ten Hag. Ja, en er was ook nog een 4e. Ja, Matthijs de Ligt, voordat we naar de quiz gaan. Stiertje. Nou, ik dacht echt toen hij bij Ajax doorbrak, want die gaat jarenlang onze leider worden in de defensie. Maar die is voor mijn gevoel gewoon niet beter geworden sinds hij vertrekt naar Juventus. Daar is hij een beetje een volgens mij is hij daar heel erg onzeker geworden door een nieuwe manier van verdedigen. Ja. Dus eigenlijk een foutje van Raiola volgens mij om daarheen te sturen. Bij Bayern, speelt hij wel regelmatig. Ja. Laat hij ook niet zomaar gaan. Hè? Ik bedoel, als je er zo lekker... Hij is nooit beter geworden, lijkt. Hij is een hele ander soort speler. Hij is breed, hij is druk. Hij maakt altijd fouten. Ik vind het geen Nederlands elftal speler in de basis eigenlijk. Nee. We hebben wel op de bank. Ja, wij zijn hard hoor. Ja. Genadeloos. Wel eens. Ik blijf wel een zwak voor hem hebben. We gaan niet genuanceerd zitten. Wij willen clickbait. Nee, precies, clickbait. Eens dat we er meer van mogen verwachten. Toch? Eens. Maar tegelijkertijd, volgens mij nog maar 24. Ja, dat hebben we hetzelfde als met woensdag hadden we het een beetje met ons. Hij is echt pas 24, dus daar heb je het gevoel van... Oké, als je het oppakt, dan zit je bij United misschien. Kan nog wel. Dan nog een laatste, gewoon even benieuwd. Frenkie de Jong is nu weer fit. Moet hij nou meteen weer op het middenveld van Oranje staan? Nee, gewoon serieus vraag. Ja. Hij was wel goed trouwens. Halen erbij. En dan gewoon... Dan tijdens Oranje geblesseerd raken. Nou, dan worden ze gek in Spanje, hoor. Scarbeckend gaan ze dan weer vervolgen. Frenkie, Reinders... Lekker man. Ja. Ik vind Reinders ook een hele lekkere speler. Ja, maar ik heb daar ook gezegd. Jawel, helemaal lekker. Maar die Nations League, verschrikkelijk. We zitten nu allemaal weer lekker in het clubvoetbal. Ja. Het is één groot feest. En dan gaan we over een week gaan we weer kappen. Want dan zitten we weer anderhalve week met allemaal van die gare interlands. En dan heb je Nederland, Hongarije en Bosnië. Nederland, volgens mij geen kip zit op een Nations League die ik te wachten. Iedereen gaat uit over speelschema's. Ja, ik ga nu even gewoon... Drie interlandperiodes had je gewoon eruit kunnen trekken. En had je gewoon kunnen verdelen het clubvoetbal. Had je dat gezeik niet gehad met een overvolle speelkalender. En die hele Nations League...
Niemand is er in geïnteresseerd. Ik zou je zeggen, er was volgens mij... Freek Jansen heeft gesproken. Nou, noteert maar. Waarvan ja. Nee, volgens mij was er godverdomme niet eens afgefloten tegen Duitsland. En de nieuwe voorselectie was er al. Ja, nee, dat wordt toch zo ja, klopt. En dat moet dan officieel. Maar, zo ja. Maar dat is... Dat was krankzinnig. Ja. Ik denk, het is net 3 dagen geleden afgelopen. Maar je zit lekker in het clubvoetbal. Ja. En dat vind ik wel jammer. Eén kritiek op de keukenkampioenvisie. Ik zeg het toch even, want de Graafschap heb ik dat ook meegemaakt. Van ze laten dan de keuze aan de clubs en dan kunnen invullen. Nou, ik ben heel blij dat de Graafschap deed vorig seizoen, volgens mij het seizoen ervoor, ook niet nu gelukkig wel spelen tijdens de interlandperiode. Ja. Maar er zijn er maar een paar clubs. Volgens mij zijn het er maar 5. En die wisten ze dan steeds af. Want je hebt volgens mij even uit mijn hoofd, MVV, VVV, Telstar, de Graafschap en Eindhoven. Als ik het goed heb. Die 5. Dus nu komende november is dan de Graafschap vrij, want dan spelen die andere 4 tegen elkaar. Ik vind dat gewoon zo. Zij moeten gewoon de keukenkampioen doorvoetballen. Want het is het beste weekend ook voor de exposure en de aandacht. Ja. En dan kun je het verdelen over het hele weekend. Dan krijg je ook, merk ik bij de Graafschap ook wel, je krijgt wel in één keer veel meer aandacht voor je wedstrijd. Klopt. Dan lukt. En ik zou ook gewoon 3 weken winterstop ook wel even lekker vinden. Tuurlijk. Gewoon. Toch? Nee, tuurlijk, helemaal eens. Maar echt... Doe al die clubs zelf dan maar gewoon het vink gewoon aan spelen tijdens de interlandperiode. Ja. Dat is dan gewoon een beetje als keukenkampioen divisieclub. Haal je een international in huis. Het is net als bij de Afrika Cup. Ja. Dan ben je hem gewoon af en toe even kwijt. Maar zelf moet je wel voetballen. Precies. Zo is het. Gaan we naar de quiz? We gaan door naar de quiz. Lekker. En deze week is het de eerste de beste bekerquiz. Want het is natuurlijk bekerweek. Ja. En wij hebben 5 clubs. En die ga ik omschrijven aan de hand van 5 hints. En... dat waren, even kijken hoor, jullie krijgen 5 hints om de op dat moment eerste revisieclub te vinden die een bekersprookje meemaakte. Oké. Okay. Oh, okay. Dus ik zoek 5 clubs. Ja. We gaan beginnen met de eerste, komt die aan. 1. Dit bekersprookje speelde zich af in het seizoen dat de bekerfinale niet gespeeld werd. In een coronajaar denk ik dan. Ja, ja. Ze versloegen PSV en AZ. Hint 3. In de halve finale was Feyenoord... met 7-1 te sterk. Hint 4. De enige goal werd in die wedstrijd gemaakt door een centrale verdediger die nu voor het Nederlands elftal speelt. Dat is NAC dan, denk ik. Dat is dan JP van Hekken geweest? Ja, wel. Oh, ja, maar ja, daarvoor wist ik hem niet, hoor. Zo, hele goeie. En hint 5 was inderdaad, op dat moment was ene P. Hiballa de hoofdtrainer. Oh, ja. Hele mooie. Mooi, Joop. Ja, scherp ook, je moet scherp zijn. Tik, tik, ja. Je moet scherp zijn. Kwasi Jopie, zo ken ik je weer. We gaan door naar club 2, hint 1. Dit moment speelde zich af in 2016. Oh, ja. Hint 2. Deze club kon de halve finale van de beker halen, maar in plaats van een sprookje werd het een klein trauma. Ja, zeker wel. Ik kom niet in de buurt, hoor. Nee. Oeh. Hint 3, sorry. De club die al zo'n 20 jaar in de keukenkampioendivisie speelt, was goed op weg, maar ze verspeelde een 2-0 voorsprong tegen een amateurclub. Oh, ja. Hint 4. Ja, want ik zit nu richting die club te gaan, maar ik heb even een bevestigingetje nodig. Doelman Kees Heemskerk zal misschien nog wel eens wakker worden van zijn prestatie toen. Was het niet MVV? Nee, fout. Hint 5. De hoofdrolspeler van VVSB liep toen de tijd stage bij de HEMA. HEMA, ja. Mikey Parami. Ik weet dat is zo vaak in de media toe jongen, geweest. Het volgens mij was dat... FC in een bos. Ja. Oh ja, goeie. Ja. Lekker. Nu zie ik het ook weer voor me, die wedstrijd. Ja, dat is helemaal... Die gozer is toen zo echt een rondje landelijke media gemaakt. HEMA, En jij werkte bij de HEMA. Ja. Ik moet morgen een stage lopen. Ja. Hey, vraag je even, wat goed. Even een longshot vraagje. Er speelt momenteel bij VVSB een speler die nog samenspeelde met Paul Pogba. Oh, wie zoek ik? Oesrein Boei? Fout. Hij speelde verder voor FC Volendam. Roda JC. Ja, die buitenspeler. Ja? Ja. Die buitenspeler, die bij United. Die buitenspeler en die bij Volendam. Het lijkt op mijn naam. Uit de Ajax zeg toch? Die gast. Van Velzen? Ja, Van Velzen. Kilianen van Velzen. Kilianen van Velzen. Ja. Speelde in de jeugd van Manchester United. Ja, klopt. Ja, goeie. Oké, dan gaan we naar de derde club. De eerste hint. Deze keukenkampioen-divisieclub bereikte in 2011 de halve finale van de beker.
Ja. Hint 2. Tegenwoordig spelen ze al een aantal jaar in de Eredivisie. Hint 3. De loting was gunstig. Om daar te komen versloegen zij onder andere Achilles 29, VV Noordwijk en SC Cambuur. Hint 4. De hoofdtrainer destijds was Ruud Brood. De sterspeler was Dirk Boerichter. Dirk Boerichter, die heb ik... Oh, dat, ja. Dirk Boerichter, oh, ja. Brood. RKC Waalwijk. Ja! Toch even een aansluitingstreffertje. Was even nodig. Ja. Zou je even met 3-0 voor je mik krijgen? Nou, en jij wist het, ik hou even mijn mond dicht. Ja, keurig. Als je van gekke Jopie verliest. Ja, nee, gekke Jopie. Laat ik de auto hier staan, ga ik lopen naar huis. Ja. Even de A4 op. Even 4 uurtjes lopen hoor, richting Leiden. Dat doen we gewoon dan. Ja. Ik had toch wel 5e hint, doe ik nog eventjes erbij. De Brabantse club slaagde er helaas niet in om de finale te halen. Ajax was voor slechts 28.000 toeschouwers met 5-1 te sterk. Wel werd deze club kampioen in de Jupiler League. Kijk. Oh ja. Mooi, Lars. Dus dat. Club 4, komt hij aan. Dit bekersprookje vond een jaar eerder plaats en eindigde ook in de halve finale tegen Ajax. Ja? Hint 2. Deze ploeg verloor de finale van de play-offs in datzelfde jaar van Willem II. Ja. Hint 3. De huidige keeper van Ajax stond destijds onder de lat. Waar pas weer dan gevoetbald? Bij Vitesse? Ja, dat is niet nee, dat zal dan... clubs nog. Dus een jaar eerder. Dus we spreken over 2010. Was dat, en dat was toen KKD. Volgende hint. Voor de volgende hint. Ja. Ook keukenkampioen divisiespeler Michael Kieftenbelt deed deze wedstrijd mee. Go Ahead Eagles. Ja. Klasse. Ja, je had natuurlijk kunnen weten. Martin Haven heeft de quiz gemaakt. Ja, ik zat tussen Heracles en Eagles een beetje twijfelen. Netjes. Michael Kieftenbelt, heeft hij niet nog samengespeeld met Jude Bellingham? Zeker. Ja. Want dat zag ik namelijk op de Twitter van de derde helft. Dat was grappige dat was van de week, als een grappige combinaties tussen... Klopt. Hele leuke combinaties. Ja, Hans Mulder en Del Piero, die komt natuurlijk 80.000 keer voorbij. Die maar Michael Kieftenbelt en Jude Bellingham. Waar ze dan? Waar hebben ze Birmingham City. Oké. Hé, maar jij was bij de derde helft, hè? Maandag. En wij natuurlijk best wel eventjes lopen bash op de derde helft. Ik wou, maar jij durfde niet. Ja. De zoon van Ivonier, kom op, daar moet je even op gaan. Ik heb de klap even ontvangen. Jij hebt over ons gepraat toch daar, zo of niet? Ik heb gezegd dat ik een dag later, de dinsdag bij jullie zat. Nou, dat vonden ze hartstikke leuk. Ja die zijn volgens mij wel hartstikke positief over jullie. Want er zijn echte liefhebbers daar. Ja, maar dat 100%. Echte liefhebbers. Ik groei dan toch naar hen toe. Ja, ik ook. Ik ben altijd fan van Ivonier geweest. Nee, dat heb ik al vaker hier gezegd. Ik kom toch naar ze toe. Ja. Nee, en ik ga nog geen excuus aanbieden. Nee. Volgende week. Maar als we misschien toch wel naar elkaar toe groeien, dan voel ik me er niet te groot voor. Ja. Sjoerd is er denk ik ook wel geweest. Bij de derde. Als hij je aanschuift, dan komende week de kandidaat misschien. Ja, misschien lekker een tikje geven van... Heel misschien moet er even een linkje worden gelegd. Ja. Hè, dat we toch even misschien gaan knuffelen. Die krachten bundelen. Ja. De liefhebberij zit, is een gemeen idee. Ik ben zelf natuurlijk ook wel een zoon van de grote media. Ja. We hebben toch wel misschien wel meer gemeen dan in misschien kun je een eigen clubje, een WhatsApp groepje oprichten met gewoon de zonen van media-iconen. Splinter Chabot. Ja, dat soort gasten. Nicky van der Gijp. Kom ik erbij. Lavezzi Rutjes. Ja. Hé, wie is de mol? Lavezzi Rutjes, echt goed. Oké, de laatste, want we hebben natuurlijk nog... Is het nu 2-2? Ja, het is 2-2. Ja. Kom erop. Ongemeen spannend. Club 5. Komt hij aan? De eerste hint. Voor dit bekersprookje hoeven wij niet heel ver terug in de tijd. Hint 2. Tol en Ottersen waren twee van de basisspelers in de nederlaag tegen NEC, NEC. Sorry. Tol en Ottersen. Nou, daar gaan we al. Hint 3. Collega keukenkampioen divisieclub Groningen behaalde ook de halve finale en die promoveerde wel naar de Eredivisie. Ja, verleden jaar. Kom op. Weet hem. Ja, de halve finale was toen Cambuur NEC, dus het moet Cambuur zijn. Ah, ja, Joop. Leg je toch af, Pik. Maar wat zo mooi was ook, dat jullie van tevoren aan mij vroegen, toen ik hier binnenkwam, dat je... Kijk, Joop, wat gek. Ik loop even mee apart, word ik gelijk. En het enige wat jullie zeiden,
die quiz die doen we. Geef Joop even een 0-2 voorsprong. Ja. En klap er dan overheen. Zo zijn ze. Klotvijfers Cambuur. Klotvijfers Cambuur. 0-2 even laten ruiken die Joop. En dan erop en erover kletten. Ja. Nee, ik zou gewoon een keer het autootje. Ik ben zo gewoon 20 minuten thuis. Dat is toch ook wel weer... Nee, dankjewel Joop. Ja, ik doe nog even de laatste twee hintjes. De thuiswedstrijd werd niet gespeeld in het huidige stadion van de club. En hint 5 was de enige goal in die halffinale. Voor de eerste divisieclub werd gemaakt door een Letse spits. Ja, nu was ik er geweest. Maar en dat was de laatste vraag. Ja, Ulrikus natuurlijk, juist. Die lange. Waar spoot hij nu? Weet je wat? Bankie Cambuur? Ik weet het eigenlijk niet. Waar zijn jullie alles in het nieuwe stadion geweest? Nee. Wil ik ook echt binnenkort naartoe. Ja, ben ik heel ook. Benieuwd. Het ziet ik er ook ik vind wel. Het er gaaf uitzien. Ja, zag er echt inderdaad. Toch echt lekker tot naar beneden doorlopen. Ja, en dat ziet er een nieuw stadion. Ja. Wat er gewoon uitziet als een voetbalstadion. Ja. Voor de goals moet je nou niet per se gaan. Nee. Dat hebben ze heel goed gedaan daar. Ja, maar het is dus niet zo dat Mark Diemers jullie even netjes uitnodigt. Wel even hier en daar eventjes spelen. Die eerste deze week pas gelegd natuurlijk. Er komt natuurlijk een hele mooie vriendschap uit. Ja, dat is ja. Kan hij ook het appgroepje erbij. Maar Cambuur, ja. Nog even om toe te voegen. Ulrikje speelt momenteel bij Kalitea. Kalitea. Griekenland. Ah, geweldige club. Dan gaan we door naar de voorspellingen. En dan doen we eerst even de oude voorspellingen. Wat wordt Excelsior tegen Cambuur? 0-1. Niemand goed. Nee. Vraagje 2. Hoe vaak is Bilal Ulcik betrokken bij een Volendams doelpunt tegen FC Eindhoven? 0. Ja. Puntje voor Walter White. 3. Hoeveel gele kaarten vallen er in totaal bij VVV Venlo tegen Den Bosch? 6. Niemand goed. En voorspelling 4. In welke vorm of hoedanigheid laat Ralf Seuntjes zich vrijdag gelden bij ADO Den Haag tegen de Graafschap? Niemand een punt, alleen ik zei de podcast komt online. Maar dat was wel al ruim voor de wedstrijd. Ik vind dat geen punt, maar Joop en Freek, vinden jullie dat dat genoeg is? Ja, heel puntje voor Lars, man. Ja? Ja. Niet zo moeilijk doen. Ik ben heel relaxed. Ja, maar half puntje zoiets. Half puntje. Nee. Ja, hoor, zeg ik veel van die. Oké. Nou, helaas was er niemand met 3 of meer vragen goed. Dus de sokken hebben al een heel mooi thuis. Of die gaan een heel mooi thuis krijgen. Freek. Ja. Want die zijn van jou. Jij hebt ze gekregen, Freek. Ja. Mooi, man. Dankjewel. Vind ik echt heerlijk. Hele lekkere sokken. Ja. Ik draag ze nog altijd. Nou, dan ga ik als ik komende zondagochtend alle vroeten ga pedellen. Ja. Doe ik ze aan. Sokjes aan. Fotootje. Even een fotootje maken. En dan op zijn nieuw. Zo. Ja, ja, ja. Kijken zo. En dan de uitslag erbij. Ja. Dan een pedelfotootje gaat ja, komen. Ja. Dat gaan we doen. Dat is mooi. Niet te heet wassen. De tussenstand dan. Ferry de Bond, 10 punten. Joop, Mart en Lars, alle 3, 9 punten. Ja. Mooi. Even kijken, dan van vorige week een winnaar. We deden een oproepje om aan de vorige potentiële winnaars om een beterschapswens aan Ferry te schrijven. In Ferry's XCQ Twitter style in de YouTube comments. Roy Ketelaar zond het volgende in en heeft gewonnen. Het is vandaag 26 oktober 19:54. Ik geef grif toe dat ik wat consumpties heb genuttigd, maar op dit moment kan ik jullie garanderen dat ik Ferry beterschap wens en NAC tijdens zijn nierstenen niet ga degraderen. Ik durf dit vast te pinnen. Hashtag DEDB praat. Lekker man. Roy, goed. Van harte. Goed. Ja. En stuur even een mailtje naar mart@fcafkikker.com en dan komen die sokken jouw kant op. Dan is het tijd voor de nieuwe voorspellingen. Freek, jij doet natuurlijk volle bak mee. Dan wil ik graag van jou horen. Voor Ferry zijn deze punten dan, of niet? Nee, voor mezelf. Ferry neemt het serieus, hoor. Ja, die gaat wel zijn eigen antwoorden geven. Dan wil ik graag van jou weten. Wat wordt de uitslag van Den Bosch Roda JC? Oeh, mooi wedstrijd. De Barry Powell Derby. Zaterdagmiddag 4:30. Dat hadden we met Lange Toepie, met Wano en met Nicky over. Ze zei Barry daar ook in de 78e minuut zo van... Ja, ik heb bij 6 eredivisieclubs in 6 verschillende provincies gespeeld. Ja, nou, dat werd toen echt tegen elkaar opgeboden of je tot alle 6 komt. Ik weet ze allemaal wel, denk ik. Heracles, Roda, ADO, Groningen, Den Bosch en de Graafschap. Nou, wat een topper. Mooi. En dan nog een Millwall. Ja, wat goed. Eltje. Gymnastiek. En dat was het, ja. En Gymnastiek de Tarragona. Ja, ja met Eltje gepromoveerd trouwens. Maar Den Bosch, Roda. Lekker wedstrijdje. Ik zeg dat wordt... 1-1. 1-2. Mart? Ik had ook 1-2. En jij? Ik ga voor 4-1. Oké, zo. Den Bosch gaat uithalen. Den Bosch Kotzebue? Is los. Nee, Danny Verbeek. Ja. Trouwens, nog even over Den Bosch. Ik wilde dat nog. Hebben jullie bij Den Bosch die goal gezien van Mulders? Ja. Die stond stil.
Ja. Die kreeg de bal stil. Die maakt een solo. Schiet hem heel casual van een metertje 25 buitenkantje rechts in de verre kruising. Ja. En een juich gewoon zo. Ja, heel raar. Ja, maar was zo schitterend. Ja, vind jij dat, ik vond dat nee, geweldig. Ja. Ik wil gewoon wel... Jij vindt het te casual eigenlijk. Te casual. Ik weet ook niet, laat me de moeilijke juichen. Gewoon lekker vingertje de lucht in. Of even gewoon op knietjes glijden richting dat uitvak wat daar bij VVV mooi boven zit. Lekkere juichen. Je hebt ook gelijk, maar als jij toch... Ik denk ook nog wel eens na van Stout dat je nu... voor je clubje uitscoort in een uitduel. Aan de kant waar het uitvak zit. Ja, ja dat is dat was het mooiste wat er is. Naartoe. Dat is waar. Maar het was wel hoe die uit stand in één keer die actie. Hij schoot hem echt lekker binnen. En hij deed gewoon echt met het mondje zo. Ja, dat vond ik mooi. En interviewtje in de afloop ook gezien dat hij zei... Ja, op training is Giekse wel vaker zo. Dit is een kwaliteit. Ja. En hij is vriend van de show, want hij liked onze Insta-post. Dan vind ik het ook een top. Dan is het top. Nee, maar heeft hij geweldig gejuist. Waanzinnig. Voorspelling 2. Weet Helmond held Dario Seats te scoren tegen Excelsior? Ja, zeker. Ja? Met de arm? Nee, gewoon. Okay. Gewoon. Freek? Ja, twee keer. Twee keer? Twee keer. Ik denk het niet. Jij, Lars? Ik denk het ook niet. Oké. Ja, meer om even wat anders te zeggen. Ja, daarom. En dan 3. Vallen er meer goals op zaterdag, zondag of maandag? Op zaterdag hebben we Vitesse Topos en FC Den Bosch Rode JC. Op zondag hebben we Telstar Volendam, de Vissers Derby. Ja. En Helmond Sport Excelsior. Lens Duivestein Derby. En op maandag hebben we Jong FC Utrecht, MVV Maastricht... En Jong PSV FCM. Ik weet het, zondag. Ik ook, ja. Daar zondag, heb ik ook, ja? Ja, absoluut. Maar ja, ik denk maandag. Ik denk zaterdag. Oké dan. Ja. Vitesse. Flap. Ja. Oké dan. Oké. En dan de 4e. Sportclub Cambuur heeft de beste verdediging in de Keukenkampioen Divisie. 10 tegengoals. Hoeveel incasseren ze er tegen Jong AZ? Keesje Smit gaat prikken. Jong AZ Cambuur? Cambuur Jong AZ. Jongens, op de maandag. Ja, zeker. Twee doelpuntjes. In Weidewormer. Nee, zit ik even te denken. Wanneer sport AZ sport die donderdag? Dat is natuurlijk altijd even chill. Dan gaan ze dus op maandag dus met een goede ploeg voetballen. Dan, zaterdag Feyenoord uit. Ja, Feyenoord uit. En dan op die donderdag spelen ze dan thuis Fenerbahçe. Dus dan kunnen ze wel bij Jong Kijk met Zeefuik. Ja, dat is zo essentieel. Dit is die hoofdreden. Ja, sinds ik bij Jong AZ de Graafschap ben geweest. En de Graafschap daar echt helemaal weg werd getikt. En dan vervolgens zie je ze dan daarna weer bij Den Bosch 6-0 verliezen. Ja. Of de gekste uitslagen. Het hangt zo af van het moment. Nu spelen ze daar dus met een goede voorhoede, denk ik. Zeefuik in de punt. Nee, dan gaat Jong AZ wel twee keer scoren. Twee keer scoren. Ja. Okay. Ja, ik zei al één keer. Nou, één keer. Ik zeg nul. Oh. Ik wil lekker spelen hoor, Kees. Zo, vind ik een goede voetballer. Mooie voetballer. Vind ik echt, ja. Lekkere naam ook, Kees Smit. Dave Kwakman. Die speelt er ook, toch? Ik vind dat sowieso twee goede voetballers. Maar die Kees Smit, ja. Lekker man. Ja. Kees Smit. Laatste vraag? Nee, dit waren ze. Dit waren ze. Dus voor alle kijkers en luisteraars, jullie kunnen natuurlijk ook meedoen. Ja. En jullie kunnen kans maken op die prachtige sokken. Vergeet dan niet op Twitter, op Insta of op YouTube mee te doen met die voorspellingen. Heerlijk. Stuur ze in en dan, dan gaan we volgende week kijken. Nee. Wij krijgen nu een partij ruzie. Met mensen van werkkleding voor helden. Oh. Want we moeten natuurlijk ook de Proforto Speler van de Week bekendmaken. Tuurlijk. In onze woensdagshow was natuurlijk te horen wie de genomineerden waren. Ferry de Bond ging voor Henk de Jong. Jo Buit ging voor... Ja, Wildeboer. Tijmen Wildeboer. Heerlijk doelpunt. En ik ging voor Danny Verbeek. En we kunnen toch melden... Heb ik een keer gewonnen? Dit is weer een gigantische opsteker voor Henk. Nou... Henk de Jong wint! Ze blijven winnen, man! Henkie! Terecht. Ja, vind ik ook wel. Daarom. Ja. Hou onze socials volgende week in de gaten. Want jullie kunnen ook altijd jullie suggesties insturen. En stemmen op de genomineerden van ons. Dan rest maar weinig meer om te zeggen dat... boven de 150 euro je nog steeds de code BESTE15 kan gebruiken voor 50% korting bij onze vrienden van Proforto. Moet ik hem nog één keer inzetten? Ja, nog één keer. Prachtig. Een pikke Tanis gaat er altijd in. Tot volgende week. Hey. Jawel. Wij drinken er hier nog eentje. En als jullie dan ondertussen kunnen liken, abonneren, subscriben, weet ik het wat allemaal op het FC Afkikker kanaal, dan zijn wij jullie zeer erkentelijk.